Hallo, mijn naam is Jitte Roosendaal en ik ben stadsgids. Ik sta hier op het Domplein bij de trots van de stad. De Domtoren is het hoogste gebouw van Utrecht. Maar ja, zal dat zo blijven? Zal de toren die titel weten te behouden? Vanaf de Domtoren hebben we een prachtig uitzicht op alle wijken rond Utrecht. Waaronder Leidse Rijn. Utrecht heeft altijd als ongeschreven regel gehad dat er geen enkel gebouw hoger mag zijn dan de Domtoren. Daar komt nu een einde aan, hier in Leidse Rijn. Want volgend jaar wordt er een gebouw gebouwd wat hoger is dan de Domtoren. Wat vind jij daarvan? Het maakt me niet zoveel uit, denk ik. Voor mij hoeft het niet. Nou ja, hij staat er niet naast, dus... Nee, want het is ook best wel ver van de Domtoren af. Op zich is het wel leuk als symbool natuurlijk om de Domtoren hoger te laten. Het is al 700 jaar, dus het hoort bij de stad. Dus... Ik vind dat het gewoon de hoogste van de stad moet blijven. Je moet niet ingebouwd worden in grote gebouwen. Utrecht is toch wel, van die hele mooie oude gebouwen ook wel. En als je daar wel moderne dingen bij zit, dan verandert dat toch wel de stad. De sfeer van Utrecht is dan weg. Die toren die hierachter komt te staan, hoeveel kilometer ligt er vandaan? 8? Dit is nog best wel ver van het centrum af. Het lijkt me niet echt een groot probleem. Ja, op zich ook wel vet dat Leidse Rijn dan ook wel zoiets heeft ofzo. Leuk dat je hebt gekeken. De volgende aflevering gaat over verandering. En daar staat de wijk Witte Vrouwen centraal. Wil je meer weten over Utrecht? Volg ons dan op social media.